Weet je wat, mijn pakje filmen, maar heb ik toestemming gegeven om het te filmen in mijn onderbroek? Maar dit is het dat je de trap afgaat. Meestal trap ik die rolstoel. Heb je mij erop genomen, want dat mag niet. Video. Goedemorgen jongens, ik ben net wakker. Ik heb de honden uitgelaten, boodschap gedaan. Omdat ik zeg maar net uit Suriname kom en daar 6 uur tijdverschil is, ben ik gisteren om 8-9 uur in slaap gevallen al. En ik ben om 7 uur wakker geworden. 7 uur wakker. Om 7 uur ben ik wakker geworden. En ik heb net, zoals jullie zien, ik zie er nog echt niet uit. Babyhaartje niet gedaan, niks. Maar ik ga even lasagne maken. Kijk, de boodschap gedaan. Zodat Davino, als hij honger heeft, kan hij gewoon eten pakken, drinken pakken. Want hij kan natuurlijk helemaal niks. Ik moet alleen bij zijn moeder nog even een douche toe halen. Want die was ik gisteren vergeten te halen, want ik was ook echt heel moe. Dus ik ben nu even onze koelkast weer aan het vullen, hondjes eten en nog even. Hey brownie. Ja, ga maar eten jongen. Niemand gaat. Nee, shit. Ga maar verder eten, kom maar. Ga maar verder eten. Shit man. Nu heb ik hem zomaar onderbroken. Verder eten nu. Brownie, kom eten. Ik ga hem gewoon weg. Nou, Peanut, kom maar eten. Kom maar, ga maar eten. Ga dan. Deze honden, hè? Echt niet normaal. Ja, ga maar eten. Goed zo. Goed zo, Peanut. Ga maar eten. Goed zo. Goed zo, meid. Ik ben dus achtergekomen. Ik lijk op een unlocked character toe. Ik ben er dus achtergekomen dat cranberry goed is voor je. Dus, staat bij. Cleansing cranberry met appel. Help het afweersysteem en voed je huid van binnenuit. Vitamine B3, C en E. Nou, dat klinkt als een heleboel. En het smaakt gewoon naar sap. Dus, chanté. Ik weet niet hoe die... Hè? Jongens, besef die dop. Schudden voor gebruik. Ik heb geschud. Nu kan ik hem gebruiken. Ja, bij cranberry heb ik altijd. Als je drinkt is het lekker. Maar het heeft echt zo'n vieze nasmaak. En gewoon dat je denkt van... Ik ga even die lasagne maken. Ik maak trouwens lasagne met kip gehakt. Want ik eet alleen kip. Ik hou niet van grote dieren. Dus ja, dat. Van dit opzicht ben ik echt zo kapot lelijk. Ja, ik ga dus lasagne maken. Ik heb hier nog een paar koekjes en zo uit Suriname. Wat ik gewoon moet geven aan familie. Nou, ik heb nu het kip gehad met de ui en paprika gemixt. Ik heb nog geen groente erbij, ik heb nog geen kruiden erbij gedaan. Dat gaan we nu allemaal doen. En daarna de sausmix van Knorr erin. Ik gebruikte ook nooit bechamel saus, maar mijn collega Amy had gezegd van dat moet je echt proberen. En ik sprak het ook elke keer verkeerd uit. Ik zei heel de tijd begammel. Bechamella. Het is toch bechamel of bechamella? Nou, in ieder geval, het is elke keer begammel. Maar dat is dus zeg maar wat je tussen de lasagna plaat doet en de lasagna mix, zeg maar. Dus ik ga even snel die lasagne in elkaar flippen. Dan aan mijn schoonmoeder om die poeps, plas en douchestoel op te halen van Davino. Alleen mijn schoonmoeder heeft gisteren de avondvierdaagse met Davino's zusje gelopen. Dus die is heel moe en voor mij slaapt ze nog. Er zitten alle kruiden erin en in plaats van melk gebruik ik amandelmelk om het erbij.
is het geworden. Dan ga ik de lasagne bladen in de ovenschaal doen. Bechamel saus toevoegen te maken. En dan eindig je met kaas eroverheen en mozzarella. Ik ga even proeven hoor. Maar it's good, voor alle plekken waar Brownie kan zitten, zit die op papa's koffer, hè? Ja. Hey knapperd. Hey knapperd. Ja. En nu gaan ze nu weer achtervolgen en denken dat ze eten krijgen, met jullie krijgen geen eten. Rar. Nou, ik heb de mozzarella er al op gedaan, nu nog een beetje strooikaas eroverheen. Nou, nu is hij helemaal ready en gaat hij in de oven voor 40 minuten. Want ik heb de oven al een half uur voor verwarmd. Dus hij kan er nu in. Jongens, check hoe goed hij eruit ziet, hè. Wauw. Omdat de Vio gips op zijn benen heeft, kan hij niet normaal douchen. En hij moet dus douchen in deze stoel. Maar je kan in deze stoel ook poepen en plassen. Deze, kijk. Hier zit een rits. Hey, baby. Schatja, kijk. Wat is er nou, joh? Ja, kijk eens. En hier staan alle foto's op onze wc. Ja, leuk, hè? Jongen, hou eens even je mond, man. Ik heb ook allemaal foto's maken in Suriname. Ja, leuke foto's van Davy op de wc. Met je oma. Brownie, fotomodel. Wat ik dat zo grappig vind. Dit is in Italië. In volle trots. Dit is in Italië. Dit is mijn oma in Suriname. Ja. Weet je wat, mijn pakje filmen? Maar heb ik toestemming gegeven om het te filmen in mijn onderbroek? Ik film je niet, ik film alleen je hoofd. Ah. Zijn wel leuke foto's. Ja. Heel leuk. Nou, we gaan nu naar de dokter in Nederland eindelijk. Dat is heel jammer dat we gisteren niet gelijk konden gaan. Maar we gaan nu. Ik ben echt benieuwd wat ze ervan gaan zeggen. Als het goed is gaat hij ook gelijk een röntgenfoto maken. Maar ik hoop echt niet dat ze zeggen van, dat hij nu een operatie moet. Wat hoogstwaarschijnlijk wel zo is. De ambulance heeft ook gezegd van, hoogstwaarschijnlijk krijgt hij veel pinnen in zijn voet. Maar ja, we kunnen van alles zeggen, maar ze weten het niet. Ja, precies. Hun hebben geen röntgenfoto's gemaakt, dus ze weten ook helemaal niks. Dus we gaan... Weet je, sinds wanneer ik niemand meer geloof? Sinds mijn docent zei dat ik nooit wat zou bereiken in mijn leven. En nu verdien ik meer dan hem! Maar dit is het dat je de trap afgaat. Meestal trap ik die rolstoel. Ja, we hebben echt een hele grote trap. Dus als ze nu iemand aanbelt, dan duurt het even wat langer. Ja. Weet je wat echt top zou zijn als iemand aanbelt dat ik gewoon met een afstandsbediening de deur kan open doen? Ja, of als we hier een glijbaan hebben, dat zou ook leuk zijn. Ja, maar dan knal ik zo met mijn voet op de grond. Oh ja. Nou, ik ga maar even die rolstoel naar beneden tillen. Ja. Hoe klap je deze? Hoe klap je deze rolstoel in? Je hebt mijn tijd, hoor. Oh, zo. Makanelis. Ziet dat, jongens? We zijn weer in het oh zo zielige Nederland. Het pikkelandje. Ja, maar hier kijken ze niet eraan, hè, als je in de rolstoel zit. Dus dat is wel weer fijn. En toen keken ze echt met grote ogen naar je. Dat is wel een goede armtraining. Ik was aan het zipline in Suriname. Oh, ja? Dat is boven de jungle aan zo'n kabel. Ja. En doordat het geregend had, kon ik niet goed afremmen. Oh, dus toen okay. Kwam ik echt met 70 km/u tegen het eindpunt aan. Oké. Okay. Ja. Ja. Heb je mij erop genomen? Want dat mag niet. Nee, ik heb het op. Dankjewel. Ja, dat is zeg maar een video van het gehele verhaal, zeg maar, wat er gebeurt. Oh ja.
Ja, voel me nooit zonder toestemming. Nou, ik zit wel op afstand hoor, want ik hoef het niet te ruiken hoor. Nee. Heftige schram. En hoe voelt het dat ze eindelijk eraf zijn? Ja. Schoonmaken hoor. Ja. Even een beetje omhoog gaan. Ja, nou jongens, toch nog goed nieuws. Tavi heeft zijn enkels niet gebroken. Maar zitten wel scheuren in zijn enkel. Dus waarschijnlijk zijn zijn enkels gescheurd. En nu krijgt hij van die enkel braces. Nou, het lijkt op een Nike. Ja. Een Nike schoen. Probeer jij maar weer te doen. Want ik denk dat deze makkelijk gaat. Yes. Zo. Oh, perfect, ja man. En die kunnen ook los. Oh, dit zit toch echt lekker man. Kan normaal douchen, dat is deze. Dit zit echt lekker. Ja. Ja, dat dacht ik wel. Dit zit echt 10 keer beter dan die vieze verband. Ja, er waren ook allemaal piemels op getekend, dus mooi dat die weg is. Gewoon een extra verlenging van mijn vakantie. Ja jongens, over 6 weken moet de video terugkomen. Ik ben zo blij dat ik eigenlijk niks gebroken heb, maar gescheurd. Ja. Je hebt gescheurd en afgescheurd, hè? Maar het is gelukkig gescheurd. Maar die vrouw zei wel toch, dat die pijn van als je iets gescheurd hebt, nog zwaarder kan zijn dan dat je iets gebroken hebt. En ik weet bijna zeker dat ik dat heb. Maar ja, voorlopig kan ik even mijn armen trainen. Ja. Na 6 weken heb je wel een paar spierballen, ja. Nou, we gaan nu naar huis. Ik had al eten gemaakt, gelukkig. Ja. En daarna ga ik naar een vriendin. Ze heeft een openingsparty, want ze koopt haarmaskers. Maar waar zal ik even daarheen? Ja, toch? Ja. Voor eigen winkel. De mooiste persoon in een rolstoel. Ja jongens, mijn schoenen kunnen aan, dus ik heb geen gipsen meer omheen. Ik heb, wat heb ik nu allemaal? Brace. Ja. Twee beide voeten. Die houden mijn botten heel strak. Dus gelukkig kunnen mijn schoenen aan. Maar ik ben nu aan het draaien, dus ik ga jullie straks even goed mijn outfit laten zien. Ik heb mijn nieuwe Gucci bril op, die ik in Suriname had gehaald bij Marissa Optiek. Voor de mensen die willen weten welke serienummer, reageer het even in de comments als je wilt weten en dan reageer ik het. Ik heb hier echt een schattig ringetje van Shein. Deze is ook van Shein. En deze blazer die ik aan heb is van Boohoo. En ik heb ook nog een broek aan. Een leather pants van de Zara. Hey! Yo, die Cammy vliegt van de andere kant op, jongen. Ja, wat ik dus wil zeggen, ik heb ook nog een broek aan van de Zara en leather pants in black. Maar die laat ik jullie straks zien. En hakken van de Primark. Je zal het niet geloven, maar weet je wat het is met dure hakken? Die hebben altijd zo'n hak voor een dunne voet. En ik heb echt brede voeten. Ik heb kleine brede voeten. Ik heb maat 36. Maar ik heb zeg maar heel vaak van die hakken, die pas ik gewoon niet omdat mijn voet gewoon te dik is. Dus ja, daarom. Die van de Primark, die zit gewoon goed eigenlijk. I don't know what it is, man. Hey, jongens, dit is mijn outfit. Ik heb even van bril gewisseld. Dus de blazer, die is van Boohoo. Leather pants van Bershka. Nou, nu moet ik even goed opletten, hoor. Want ik... Ja, jongens, mijn vriendin heeft de lounge van de haarmaskers. Maar ja, dat boeit niemand, want ik ben hier voor de gratis drank. Chanté. Ja. Ja. Ik zit nog steeds te wachten. Ja, ik ga alles opdrinken. Jongens, de Masters heet een Rice Water Store. Oké, laat me die voor een eierster zien. Wacht even hoor. Ja, en dit is dus na 1 keer gebruiken van de Hermes. Maar is het leave-in of moet je eruit wassen? Wauw. Kom, een slaatje, we dan een foto. Nou jongens, dit was de vlog voor vandaag. Ik heb ook nog een leuke goodie bag gekregen met de haarmasker erin.
Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En als je nog niet hebt geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan nu meteen. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Peace out! Het gaat al wat beter, jongens. Ja? Nou. Oh ja, heb ik die dingen laten zien? Kijk, ja. Je kan nu gewoon weer schoenen aandoen. Ja, en kan dit eraf halen. Moeite, hoor. Maar kan je wel weer voetmassage geven. Ja. Wat te opluchten. Hé, Brownie?